en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer lente en dat betekent langere dagen, mooiere dagen en veel bloemetjes en vogeltjes die weer helemaal blij zijn. En ik ook. Ik heb namelijk ontzettend de lentekribbels te pakken. Ik heb ontzettend veel zin om moestuintjes te gaan planten. Het is het perfect moment daarvoor. Het is nu maart natuurlijk. Richting Pasen. Dus tegen de tijd dat ze echt klaar zijn om naar buiten te gaan, dan kan dat ook gewoon, want dan is het weer mooi weer. En vandaar dat ik dacht, laat ik ze lekker gaan planten. Nou had ik er in het begin niet zoveel, want zoals jullie weten heb je natuurlijk bij Albert Heijn die actie van de moestuintjes. Maar wij komen nou eenmaal niet zo vaak bij Albert Heijn, want wij komen eerder bij de Dirk of de Lidl. Dus wij hadden eigenlijk geen moestuintjes. Nou was Dylan zo lief om mij het restant te geven van hem. Hij had namelijk bij de Albert Heijn een hele doos gekregen. Deze doos. En die zat helemaal vol. Dus hij had eigenlijk alle moestuintjes die je maar kunt hebben. En nou hebben ze zelf thuis een aantal geplant. En de rest mocht ik hebben. Dus dat is super lief. En later bedacht ik me dat ik ook nog een hoop van de voorgaande jaren had liggen. In totaal heb ik hier nu 22 verschillende, een heleboel dus. En mijn plan is om die allemaal lekker te gaan planten. Er zit overigens geen cherrytomaat en aardbei tussen, maar dat heb ik expres gedaan, want die heb ik al in een andere pot. Niet van de moestuintjes van Albert Heijn, maar van een andere winkel. Die vond ik gewoon heel leuk en die kwamen met een wat grotere pot. Dus die heb ik eigenlijk apart. Vandaar dat ik die hier dus niet bij heb zitten en... Volgens mij zat er tussen die van Albert Heijn ook geen aardbei, dus ja. Maar goed, dit wordt dus een flinke klus. 22 stuks, dat is nogal wat. Dus laten we snel beginnen. Geloof je niet. Ik was net dus een timelapse aan het maken. En net toen ik de camera uitzette, was hij omgevallen. Hij groeit gewoon zo snel met dat water dat hij is omgevallen van het bordje af.
Zoals je hebt kunnen zien zijn alle plantjes geplant. De een duurt langer dan de ander om uit te komen. Maar op dit moment kunnen we niks anders doen dan gewoon wachten. Dus ik zie jullie weer wanneer er plantjes uitkomen. We zijn nu 5 dagen verder en de eerste plantjes zijn al uitgekomen. Moet je maar eens kijken. Kijk, hier hebben we rucola. Die is toch al helemaal door de aarde heen aan het wurmen omhoog. En je ziet dus al de eerste plantjes omhoog komen. En dat zijn er ook echt ontzettend veel. En dan hebben we hier ook nog tuinkers. Die heeft zich ook helemaal door de aarde heen weten te wurmen. En die komt nu ook langzaam boven. Bij een aantal andere plantjes, zoals bijvoorbeeld radijs, zie ik ook al wat naar boven komen. Maar nog niet zo goed dat ik het interessant vind om te laten zien. Ik heb hier wel nog mijn plantje van een andere winkel. Die heb ik ook eerder geplant, dus vandaar dat hij al wat groter is. Ik weet alleen niet meer of dit nou aardbei of cherrytomaat is, want ze zitten allebei in hetzelfde potje. Tenminste, hier staat een potje en hier staat een potje. En ze zijn allebei precies hetzelfde en er staat niks bij. Dus ik weet even niet welke welke is. Ik vind het super gaaf om te zien dat deze nu al opkomen. En ik ben heel benieuwd hoe snel ze nu uiteindelijk gaan groeien de komende dagen. We zijn weer 1 dag verder en de plantjes zijn zo snel gegroeid. Gisteren waren ze nog nauwelijks te zien en nu steken ze helemaal boven de grond uit. Hier groot kaasjeskruid is ook een beetje gegroeid, maar is nog niet heel goed te zien. En de radijs komt er ook al bovenuit. Deze gaat ook super hard, maar ja, die is natuurlijk niet van de officiële moestuintjes, maar wel leuk om te laten zien. Nou, zoals je ziet zijn ze in een paar weken echt ontzettend goed gaan groeien. Vooral deze zonnebloem is echt ontzettend de hoogte ingegaan. En het viel me ook op. Even kijken of ik dat kan laten zien. Kijk, de wortels steken dus al door het bakje heen. Dus dat betekent dat die echt verpot moet gaan worden. Ja, ze zijn allemaal gewoon super groot geworden. Alleen dit takje is een beetje omgevallen. Maar die groeit hopelijk weer naar de zon toe. Mijn andere plantjes doen het ook goed. Dit is een cherrytomatenplantje. En dit is mijn aardbeienplantje. Maar die zijn allebei nog heel klein. En ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dan was dit mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!